Maar feitelijk dat hij. Kan je nog, heb je nou met hem gepraat? Of nog niet? Met wie? Met, nee, met Rudy natuurlijk. Nee, met Rudy heb ik nog niet gepraat. Nee, ik heb zijn adres nog niet opgezocht. Oh nee. Vind je wel dat ik. Hè? Vind je wel dat ik hem moet bellen? Ja. Ja. Ik vind wel dat ik moet. Dat je moet bellen hoor. Ja, maar ze moeten ook nog meer overeenkomen met elkaar ook hoor. Op een plaatje is het altijd nog veel mooier. Ja, ja. Als ze werkelijk als ze denken allemaal dat het allemaal vanzelf gaat, maar dat gaat niet zo vanzelf hoor. Nee. Dan moet je helemaal je karakter inspelen en ja, heel anders. Om op een of andere manier met elkaar overeen te komen, ja, met geven en nemen. Juist. Ja. Inlevingsvermogen. En als dat niet lukt, nou, dan lukt het niet gewoon. Nee. Ja. Ik ga even naar het eten kijken. Ja. Niks zoals pa en ik dat meegemaakt hebben, dat pa moest studeren en dat hij toen examen moest doen. En dat hij 3 dagen eigenlijk in hoogspanning gezeten heb om te slagen. Hè. En toen hebben we gevoeld eigenlijk pas, toen voelden we pas goed hoe we eigenlijk tot elkaar gekomen waren die tijd. Nou, dat was toch ook wel moeilijk hoor. Jongen. Dan heb je een gezamenlijk doel. Ja. Verbonden ja, met elkaar. Ja. Ja, dat waren de 3 dagen die spanning hadden hoor. 1958 hè? Ja. 57, 58. Ja. Jongen, het was zo gespannen. En 3 dagen die echt. En fijn, dat gaf zo'n opluchting. Oh ja. Voor alle twee. Ja. Opgelucht. Ja. Opgelucht. En ik was ook wel heel opgelucht. Er was een heel nieuw vrij leven, stond voor je open. Ja. Een van de mooiste momenten. Ja. Ja, dat is wel zeker. Dat je vreugde en verdriet mag delen.